Hey, goedemorgen. Het is vandaag donderdag 22 juli en het is 11:30. Ik heb lekker uitgeslapen. Ik heb ervoor gezorgd dat ik gewoon 8 uur slaap had. Dus dat betekent dat mijn wekker om 11 uur ging, want we gingen laat slapen. En weet je wat? Ik heb toch vakantie van het werk, dus wat maakt het uit? En nog even, we gaan ook echt op vakantie, dus volgens mij is het weer lekker weer vandaag. Ik moet in ieder geval naar de stad. Ik moet 2 broeken terugbrengen die Ferry had gehaald. En kijk nog wel even. Kijk wat net binnenkomt. Een ouders van nu doos zwangerbox. Ik heb hem al uitgepakt hoor. Er zit een luier in. Boekjes. Korting CNA. Die was net op. Raadler 0.0. Hier Jills. Leuk. En ik heb al eerder zo een gehad. Dus ik weet niet. Maar toen moest ik hem ophalen. En nu kwam hij aan de deur. Dus oké. Nou ja, prima. Dankjewel. Ik heb me trouwens al klaargemaakt. Ik heb 100.000 outfits denk ik aangehad. Niks zat lekker. Dus mijn positiebroek zit niet goed meer. Maar ja, ik ga even video's exporteren. Ferry gaat zo naar rijles. Ik moet nog even naar de stad, want ik moet toch nog wat dingetjes hebben. Ik moet echt leren om, als er iets op is, dat ik het opschrijf. Want ik ben eergisteren naar de stad geweest en ben ik het vergeten. Dus ik moet deo halen. Mijn serum is op. Die is gisteren opgegaan. Dus ik moet allemaal dingetjes halen. Dat moet ik allemaal wel hebben voor de vakantie. Anders heb ik dat niet. Ja. Dus eerst even video's exporteren. En dan ga ik denk ik gewoon met de bus. Want ik heb echt last van mijn voeten. Terug van de stad. Ik heb daar niet gefilmd, want het was veel te druk. En warm ook gewoon. Maar ik heb een nieuw serum gekocht. Deze van Venus. Dit is gewoon Douglas merk. Ik gebruik normaal die van de Body Shop Vitamine E. Maar ik had niet het idee dat hij de les zet wat voor mijn huid deed. Ik had nu echt iets nodig wat gewoon natuurlijk hydrateert, maar wat mijn huid gewoon water geeft, laat ik het zo zeggen. Nou, dit is de Aqua 24 Face Serum. Regenerating and Rehydrating. En ik heb hem geprobeerd en hij is echt fijn, lekker. En er zit zo'n pipetje in en hij is echt, ik zal hem even openmaken. Hij ging er super moeilijk uit, maar dit is hem. Klein mooi flesje en hij ruikt ook lekker. En hij voelt heel schoon aan, dus hier ben ik heel blij mee. Deo heb ik gehaald. Ik koop altijd zo'n 3-pak voor 6 euro bij de Kruidvat. KitKat Chunky. Oh, dit is zo lekker. Ik heb eentje in de bus gegeten. Ik heb net eentje voor de helft opgegeten. En toen heb ik de andere helft opgegeten. Heerlijk. Een grote zak drop, die heb ik ook gehaald. En ik mag niet zoveel drop. Och, maar is zo lekker. En ik heb een nieuw bakje gehaald voor mijn lippenstiften. Mag ik laat even het plaatje zien? Dat is zo'n ding. Ik heb er al een paar, maar Ik heb te veel lippenstiften, dus ik heb heel veel lippenstiften gewoon los op dat bakje liggen. Dus ik heb nu even nieuwe. En dan ga ik later doen. Ik ga broodjes in de oven. Dan gaan we zo even eten. En even chillen. En een lekker sausagebroodje ga ik eten. Het is 19:30. Ik heb de hele tijd op de bank gelegen. Even niks gedaan. Snel gegeten. En nu komt de vrouw van de Nu komt de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die ons gaat trouwen. Dus dat vind ik wel leuk. Wordt een expert. De Oral-B Pro-expert. Het werkt echt. Ik ben moe. Ik moet niet meer zo laat gaan slapen. Kijk mijn ogen. Helemaal ingezakt. Ik wil geen ingezakte ogen. Zo, de ambtenaar van de burgerlijke stand is net weg. Geen leuke vrouw. Ik heb nu echt wel zin om te trouwen. En dit is mijn nieuwe dingetje. Lipstick houder. Erg is dit, hè? Ik mag nog maar 24 minuten eten. En ik heb chips en koekjes en zonnepitten en drop. En Jills 0.0. Hey, ik ga slapen, maar ik ga morgen om 6:30. Ik moet om 7:30 weg, want om 8:30 moet ik in het ziekenhuis zijn. Ik krijg een bloedtest. Vandaar dat ik ook weer mag eten natuurlijk vanaf 10 uur, dat is echt erg, maar ik mag wel thee drinken, gelukkig. En dan krijg ik morgen die test. Dan moet ik zeg maar op nuchtere maag worden geprikt. Dan krijg ik een of andere vieze limonade shot met allemaal suiker. En dan 2 uur later word ik weer geprikt.
gedoetje. Dus ik ga slapen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen. Tot rusten. Doei. Be your own kind of beautiful.